Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik laten zien wat dat wij in een dag eten met homecooked meals, aangezien we nog in quarantaine zitten. En ik ga beginnen met een mug. Hoe noem je dat weer al? Mug cake, hè? Ja. Een mug cake wat ik had gezien van Lore van Opstal op Instagram. En ik had dat in het weekend al gemaakt. En nu ga ik dat nog eens maken, want het was heel lekker. Oké, wat hebben we nodig? Al sinds twee mugs, of twee tassen. Niet te groot, want het cakeje moet hier echt in gemaakt worden. Dus dat gaat die vorm aannemen. Maar ook niet te klein, want alles moet erin passen. Dan hebben we twee eitjes. Ik ga er twee maken. Dus één ei hierin, één ei hierin. Die banaan gaat in de helft. Eén helft hierin, één helft hierin. Dan hebben we honing. Dat gaat er ook in. Dat doe ik gewoon een beetje op gevoel. Dan heb ik mix voor koek en speculaas. Dat is zo speculaaskruiden, maar je kunt ook kaneel gebruiken. En dan hebben we havermout. En dan gaan drie soeplepels in elk. Dus drie hier en drie hier. Dan als toppings ga ik lactosevrije vanillejoghurt gebruiken. Okkernoten, pindakaas en blauwe besjes. Maar dat is voor daarna. Eerst gaan we dit maken. Oké, ik ga beginnen met deze tas. Een banaantje open te doen. Het is wel belangrijk dat je een goed rijpe banaan hebt, want anders dan kun je dat niet goed pletten. Dan ga ik die in de helft doen. Zo. Twee helften, één hierin en één hierin. Dan met de vork gaan we de banaan pletten. Als je dat zo goed tegen de rand doet, dan gaat dat wel nog makkelijk. Maar daarom moet je dus wel een rijpe banaan hebben, anders dan kun je dat echt niet pletten. Deze is geplet en is goed. Dan de andere. Voilà, die is ook geplet. En dan gaan we er een elk. Ja, muffin. Ja, gaan we een eitje doen, een heel ei. En voordat we dat roeren, gaan we drie eetlepels van de oats erin doen. Dus drie hierin. Twee. En drie. Voilà. En dan eigenlijk gewoon goed roeren dat het zo'n smeuig beslagje wordt. Dan gaan we er nog een beetje honing op doen. Ja. En de speculaaskruiden of koekjeskruiden. Of kaneel, dat heeft iedereen wel in huis, denk ik. En dan nog eens goed roeren. Voilà, dan moeten uw potjes er zo uitzien eigenlijk. Zo'n smeuig beslagje. Ja, echt smeuig is dat natuurlijk niet, omdat havermout niet heel smeuig kan worden en toch stukjes heeft. Maar zo moet het eruit zien. En dan gaan we dat 2 minuten in de microgolf steken. Eigenlijk apart. Dus 2 minuten. Voilà. De microgolf zit, ga ik mijn
akkernootjes al fijn hakken. Ondertussen is muikkeik 1 klaar en ziet het er zo uit. Dan kun je het echt heel gemakkelijk omdraaien op een bord. Voilà! Het ziet er kei cute uit. En ondertussen ga ik deze al met de toppings doen. Dus ik pak de yoghurt. Ik heb lactosevrij. Deze is van de Albert Heijn. Ik ga wel eerst eens schudden misschien. Maar u kunt yoghurt nemen die je wilt natuurlijk. Oeps. En die ga ik er zo een heel klein beetje op doen. Maar daar heb ik jullie op gebalanceerd. Dus ik ga even zo doen. Een handje vol blauwe besjes. En een beetje van de nootjes. Tadaa. En dan is dit de finished product. En het is echt lekker en het is gewoon een leuke variatie van havermout. Smakelijk! Het is ondertussen middag. Ik ben naar kantoor geweest, want Totally Too gaat nog altijd door. En dan hebben we een workoutje gedaan. Niels is nog altijd bezig. En terwijl ga ik al aan het eten beginnen. Ik wil een receptje maken wat ik had gezien. Van met kippen, sla wraps achtige dingen. Dus ik ga eerst de ingrediënten verzamelen. Dit is alles wat nodig is. Mager ontbijtspek. Of ja, gewoon ontbijtspek. Wij nemen mager kalkoen. Koriander, maar als je dat niet graag eet, niet. Zo van die kippenplakjes die al klaar zijn. Ricola. Romeinse sla, dus dat je zo van die bladeren echt hebt en één stuk. Tomaatjes, avocado en ja, ik ga daar een beetje mayonaise of frietsaus op doen, maar dat moet niet. Je kunt ook met olijfolie en citroen een sausje maken. Ik ga eerst mijn spek bakken, dat is heel dun, dat is echt niet lang nodig. Ik ga dat in dit pannetje doen, maar ik ga er geen olie of boter of zo bij doen, want spek is overal al heel vettig. En terwijl het spek aan het bakken is, ga ik de rest al een beetje klaarmaken. Ik heb trouwens mijn sla van de Albert Heijn, daar kunt je die zo kopen. Ik ga er denk ik 3 per persoon maken. 3. Oké, als je sla hebt gewassen, dan ga ik er zo 3 op een bord verdelen. Dan ga ik een klein beetje mayonaise in het sla laten doen. Wel niet te veel. Oeps. Dan ga ik een klein beetje sla overal nog in doen van de Ricola sla. Ik de avocado snijden. Dat is een mes. Ik heb alleen nog maar dit. Ik
zee opdoen. Een paar blokjes gewoon per slaablad is goed. Oké, de avocado zit erin. Dan ga ik eerst de kip erop doen. Die haal ik trouwens ook bij de Albert Heijn. Je kunt je gewoon zo mooi opleggen. Ik wil niet te veel kip. Dan ga ik de tomaatjes snijden. Ik ga er 3 doen per bladje. Dan ga ik peper en zout nemen om te kruiden een beetje, niet te veel. Ik heb graag veel zout, maar Niels niet, dus ik ga bij Niels minder zout op doen. Dan peper. Wat? Als uit mijn kamer heeft niks op. Nee. Nog weinig. Dan een beetje citroen. Dan ga ik de spekjes erop doen. Ik ga die zo wat van elkaar, allez, zo wat breken eigenlijk. Met zo 1 spekje per wrap komt je trouwens wel echt toe. En als laatste koriander. Ik weet dat er veel mensen dat niet lusten, dus dan moet je dat natuurlijk er niet op doen. Maar ik eet echt heel graag koriander en Niels ook, dus. En dan ziet het er zo uit. Yummy, 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 yummy. En nu lekker eten op ons balkonnetje. Yummy. Het smaakt wel heel lekker. We zijn ondertussen een kleine snack aan het eten. Mijn zijn al bijna op. Maar we zijn nootjes aan het eten. We hebben net... Hoe lang hebben we gewandeld? Anderhalf uur, hè? Ja. Ja, anderhalf uur inderdaad. Nu zijn we 10.000 stappen. Nu zijn we posters aan het kiezen voor de Stijn, van de Stenjo. Om wat te veranderen. Ondertussen is het 17:45 en binnen een... 3 kwartiertjes denk ik, ga ik aan het eten beginnen, maar ik heb honger. Allee, goesting. Dus ik heb 2 rijstwafels met kippenwit gemaakt. En dan ga ik een lemon en ginger tea drinken. Niels pakt niks. Want hij heeft geen honger, nog niet. Allee ja, we gaan zelfs eten, dus eigenlijk moet dat niet, maar... Ja, ik kan mezelf niet inhouden. Okay, het is tijd voor avondeten. Het is al 19:30, maar we waren het nieuws aan het kijken. En onze Thalisa gaat weer koken, zal hè? Meneerke wordt ook present, hè? Hier. Hè? Heb je daar niks op te zeggen? Je zou moeten zeggen, ja, dat is waar. Mijn schatje zorgt goed voor mij. Maar nee, dames en heren, dat zegt hij niet. Dank je. Ja, mocht ook voor de camera zeggen, hè? Dat is tussen mij en Oh, god. Oké, ik ga dus uit eten beginnen. Ik ga groenteschijven maken. Want die moeten overmorgen op. Dan asperges. Ik heb 2 van die buidelkes, want dat is maar weinig. En ik heb mijn patatjes al geschild voor aardappelpuree. Dus let's do this. Ik ga mijn aardappelen wel nog in kleinere stukjes doen, want dan gaat dat sneller. Alleen dan kookt dat sneller. I can wait for you. When my life was in the-
altijd water in de waterkoker. En dan giet ik dat hierbij op het vuur, omdat het dan veel sneller gaat. Oké, dan ga ik ondertussen mijn asperges doen. Even kijken. Maar ik denk niet dat die kantjes eraf moeten. Nee. Dus die ga ik... deze wel. Die zien er wat droger uit. Dus hier ga ik de kantjes van afsnijden. En dan zal de chipjes van achter. Ik ga deze toch ook doen voor de zekerheid. Die mogen de vuilbak in. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. De patatten koken. De asperges. Ik wou courgette zeggen. De asperges bakken gewoon op een hoog vuurtje. En olijfolie goed bakken. Die zijn heel snel gaar. En dan de groenteschijf ook gewoon 6 minuutjes bakken. Ik ga toch ook een beetje tomaatjes bij de asperges bakken. En terwijl ik aan het koken ben, eet ik een stukje chocola. Ik heb er zo alleen op. De tweede. Moet mijn regels krijgen, dus anders eet ik nooit graag chocola, maar nu. Tijd voor de puree. Ik heb er wat melk bij gedaan, sojamelk, maar dat kan ook gewone zijn. Ik ga er ook een eitje in doen. Voilà. Stampen. Dan peper en zout. Kookmotivatie. Dank je. Normaal zou ik nootmuskaat doen, maar ik heb er al veel geen, dus geen nootmuskaat. Ik ga ook koriander onder de puree roeren. Maar zoals ik deze middag bij mijn lunch al zei, ik weet dat er velen zijn die dat niet graag eten. Dus dan moet je dat niet doen. En het is klaar. Puree, asperges, tomaatjes. Tomaatjes zijn wel een beetje harder gebakken, maar zo. Yummy! Yummy! Ondertussen is het... Is het al 9:30? Shit! Oké, het is al 9:30. Amai! Maar we hebben laat gegeten. Pas om 8 of zo zeker. Als je meedoet in het programma, Nu zijn we... Theetje aan het drinken, schoon. We hebben een gember citroenthee voor de vertering, spijsvertering. En ik weet niet als we nog iets gaan eten, wil je nog iets? Ik zit eigenlijk nog redelijk vol. Ik zit er normaal. Ja, ik denk dat we... Thee al op, amai. Ik denk dat we niks meer gaan eten. Misschien na deze thee nog een sleep tea drinken. Ik zal laten zien welke slaapthee dat ik altijd gebruik. Want dat vind ik persoonlijk wel heel goeie. En dat is... Ik heb er twee. Ik heb deze van de Action. Sleep Tight noemt die. Maar daar zit zo... Wacht, hè, hoe noemt dat? Er staat er zelfs op licorice in. Dus dropachtig. En dat heb ik niet graag, dus ik vind die thee niet lekker van smaak. Maar dit is mijn favoriete slaapthee. Die pak ik altijd. En dat is de Sleeptime Extra van Celestial Seasonings of zoiets. Maar dat vind ik hele lekkere. En die koop ik in de... Waar breng ik mij meestal mee? Ik denk in de OK... Dat je die kunt kopen.
de Colruyt en zo. Ik denk dat ze die op wel veel plaatsen hebben. Dus deze gaan we denk ik nog wel drinken na onze gemberthee binnen een uurtje of zo. En ik denk dat het dat dan is dat we niks meer gaan eten. En dat we dan gaan slapen, hè. Hé, baby. Yes. Dus gaan we de vlog afsluiten. Ja. Oké, okay, we gaan de vlog hier dus afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie snel weer. Thank you.